Wel, ik had een keer uitgelaten tegen Jos, mijn dochter, dat ik graag nog iemand zou willen zien van die groep die ons bereikt had. Want dat waren maar een paar soldaten. Dat waren niet meer dan 10. Die hebben ons bevrijd. En Jos heeft naar het Washington Museum, dat was toen net geopend, heeft ze gevraagd, ze zei dat ik nog graag bedanken wou als er nog iemand van die soldaten te vinden was. En Washington Museum, de administratie, die had haar verteld dat zij wisten dat de groep was, de groep die bevrijd had, dat waren een gedeelte van het leger dat onder generaal Patton was. En generaal Patton, daar hebben ze moeite mee gehad. Want die deed zijn eigen zin. Eisenhower verbood wel eens, daar, we gaan zo ver. Maar Patton ging verder. Die had een geweldige lef. En die offerde ook heel veel mannen op aan wat hij deed. En hij had een schoonzoon. En die zat in een enorm krijgsgevangenkamp in de bossen. Wat wij niet wisten. Wij wisten helemaal niks. Maar Patton wist dat hij daar zat, krijgsgevangen. En hij wou zijn schoonzoon zelf bevrijden. En hij is vooruitgetrokken met zijn leger. Maar als een leger voorwaarts ging, dan ging er altijd een ploeg vooruit de voorwaartse beweging. Om te verkennen, om de omgeving te verkennen, om te weten dat je de goede kant op gaat. En die kleine groep, hoe heette dat ook weer? Ik zou zeggen verkenners. Die stuitten in het bos voordat ze dat grote kamp bereikten. Daar waren meer dan 35.000 gevangenen, soldaten, oud-soldaten. Voordat ze daar op weg daar naartoe moesten ze door het bos heen. En in dat bos hebben ze ons gestuit, ze hebben gestuit op ons kamp, Amving 5. En de wacht in de wachttoren, die begon ze meteen te beschieten. Dat was zijn werk. En toen schoten ze hem uit zijn wachttoren. En dat is gebeurd op die ochtend dat ik helemaal weg was. Dat ik dacht, dit is het einde. Ja. Dus toen ik dacht, nou is het allemaal afgelopen. Nou ga ik dood. En dan was ik wel, ik was er niet bang voor. Ik had er vrede mee. Want Nico was weggegaan en dan zou ik hem weer zien. Dat is niet gebeurd. En toen Jos is in verbinding gegaan met dat part van het Amerikaanse leger dat ze opgekregen had van Washington Museum. En ze zei tegen me, ze hebben me verteld dat als ik wat weten wil van de 14th Armed Division, zo de 14e Panzerleger, Amerikaans, dan moet ik met de bevelhebber praten. En ze hadden het telefoonnummer. Wat ik jarenlang heb ik daar mijn gedachten zijn niet eens aan gehad. Heeft Jos gedaan gekregen. En toen heb ik een brief geschreven die in hun krantje opgenomen was. Die zit ergens in mijn papieren, die brief. Waarin ik vraag als er nog iemand in leven is die Amving 5 heeft bereid, dan wil ik hem dankjewel zeggen. Want dat is het enige wat me nog mogelijk is. En hij heeft die brief
gepubliceerd in het krantje. En hij heeft meteen gezegd, welk verkennersgroep het moet zijn geweest. Dat heeft hij naast mijn brief gezet. En toen kreeg ik een keer, kort daarna, een brief van een man die heette Nathan Melman. En die woonde in Levittown, Pennsylvania. En die zegt, ik was in die groep. Wij hebben Amfing 5 bevrijd. Hij wist precies hoe het kamp eruit zag. Wist net zoveel als ik en nog meer. Ja. En daar zijn we nou, ben ik grote vrienden met schrijfvrienden.